Johnson. Goede actie, Casiera. Eigenlijk verder door naar de rechterkant. Het duurt allemaal wat lang. Hier is Sidu. Muric. Voorzet Sidu. Casiera. En de redding van Bertrand is uitstekend. En dit waren vorig seizoen twee van de meest vermakelijke ploegen om naar te kijken. Ajax maakte de meeste doelpunten, Cambuur tweede op die lijst. Daniels. Pas uitstekend graag. Beetje kansloze bal. En hij houdt er een hele goede voorzet uit. En dat is notabene de linksback die daarop duikt. Peersman. Hoekie met een goede paas. Casiera voor het doel. Beideveld komt daar ook. Daar is hij weer vrij. En geen herkansing voor Casiera. Dat doet Cambuur toch niet geheel goed hoor. Het oppakken van met name Teun Beideveld. Vrij overstapje. Schot. Oh! Die zit er gewoon in. Het doelpunt is van Sidu en Bertrams. Wordt verrast door de kracht van het schot. Darren Sidu zet Jong Ajax op voorsprong. En heeft een paar aardige reddingen verricht. Een hele fraaie zelfs. Maar dit schot lijkt Jesse Bertrams toch volledig te verrassen. Dit is een grandioze blunder van Bertrams. Hoe hard dat schot ook is. Nu is daar van dichtbij de kans en zit die bal erin. En is het 2-0 voor Jong Ajax. En scoort Casiera. Gaat daar een hoop mis bij Cambuur. Heel makkelijk erlangs die voorzet kunnen geven. Dan is daar eerst een soort kopbal. En grijpt er ook hier weer niemand echt overtuigend in. Ook Bertrams weer niet. En dus leidt Jong Ajax. 5 minuten voor rust met 2-0. Schot van richting veranderd op de paal. En dan ontsnapt Jong Ajax. Was het min of meer bij toeval naar de poging van Mathieu. Die ik denk door Steenvoorde werd verlengd. Maar de binnenkant van de paal. Dus geen aansluitingstreffer voor Cambuur. Boerlage, goede paas. Ja, tot een prima wedstrijd. Obaat, daar is Daniels. Die ziet waar de bal naartoe moet. En voor het doel kwam Schils. Maar de voorzitter alweer uitgehaald. Weer zes man voor het doel. En een vrije kopkans. En dan zit hij wel. Steenvoorde kopt Cambuur helemaal terug in de wedstrijd. En bij Jong Ajax zal het de vraag zijn hoe het mogelijk is dat je zo'n goede kopper zo vrij laat staan. Maar een opvallende gedaantewisseling. Je zou kunnen zeggen bij beide ploegen in de tweede helft. Veel beter van Cambuur. Zonder dat het overdreven veel kansen creëert, is de aansluitingstreffer verdiend. Overstapje is slim, Daniels daardoor. De kans op 2-2, maar Van Bladeren kiept een zeer goede wedstrijd. En houdt Jong Ajax hier op voorsprong. Zoekt ruimte, die is rampen. Ik heb toch het gevoel dat hij 2-2 nog wel gaat vallen met nog een kwartier te gaan. Daar zou hij ook kunnen zijn. Daar is hij nog niet. En Calon schiet hem naast. De kansen zijn groot voor Cambuur. Ze worden eigenlijk steeds groter, maar ze gaan er nog niet in. Het is weer een fraaie aanval hoor. De paas van Schils is goed. De loopactie is dat ook. De backs spelen een opvallende rol vandaag. Lang, mooi meegegeven. Prachtig gedaan aan Casiera. Casiera zou hem weer terug kunnen leggen op Lang nu. Dat doet hij. En Lang legt hem ook weer breed. En daar is de redding van Bertrams. Ja, dat doet hij dan wel weer heel goed. Hele merkwaardige wedstrijd van de doelman van Cambuur. Die uitstekende redding afwisselt met merkwaardige fratsen. Lang. Casiera. Nog eens een overtreding van Peersman. En die krijgt direct rood voor de actie ten opzichte van Casiera. En we hebben dit al zo vaak gezien.
bij hem. Lijkt zichzelf weer te vergeten. Dat gebeurt wel vaker. Met een domme actie in de laatste minuut van de extra tijd. En een volkomen terechte rode kaart. Geen enkele discussie mogelijk. Ja, de bal, tuurlijk. Het is goed. Ja, Cambuur verliest de openingswedstrijd van het seizoen van Jong Ajax. Michael Reiziger debuteert met een 2-1 zege. Na een prima eerste helft van Jong Ajax was er een veel betere tweede helft van Cambuur. Kansen genoeg, maar slechts één doelpunt.